moet je nou huilen? We gaan nu Starbucks aan. Nee. Met je croissantje in je bek. Ontbijten. Ontbijten. Fucking vogelstront op je hand. Ja, zag je die man? Die keek ook naar jou. Oh. Oh. Goedemorgen. We hebben 2 uur, niet eens. Ik denk echt 1,5 uurtje eventjes geslapen. En we konden gewoon niet echt wakker worden. Ik heb mijn koffer ingepakt. Ik hoop dat ik alles mee heb. Ik heb ook wel eens mee. We gaan even wat eten. Oh, mijn arm. Ach, niet zo ziek, man. Hou je fucking bek, man. Ik heb nog steeds spierpijn van alles. Mijn ouders slapen nog met Twiggy, maar ik weet niet of jullie het kunnen zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is gewoon midden in de nacht. Het is gewoon avond. Wat is dit nou weer? Hey! Hey! Jullie gaan weg! Ja, wij gaan zeker weg. Ik wil even knuffelen. Roep. Ja. Heb je een beetje moeite met mij verlaten een week? Ja. Ik vind het echt een beetje moeilijk. Moet je nou huilen? We hebben de koffers. Het ging dit keer, ging het echt snel. Die koffers zijn helemaal... 10 minuutjes. Ja. Ja. Serieus? Maat, ik kan niet hardlopen. We gaan nu Starbucks aan. We gaan eerst door security en daarna gaan we Starbucks aan. Nee, ja. Ja. Ik heb geen idee meer. De hel moeten we heen. Is de gate veranderd? Niet. Oh nee. Oké, we hebben in Haas nog Starbucks gehad en we moeten nu al instappen. En we dachten echt dat we te laat zouden zijn. Maar maakt niet uit. Thuis gaat even vertellen hoe ze ochtend was. Vertel maar even. Nee. Met je croissantje in je bek. Nee. Ja, alles ging heel goed. We hebben totaal niet gestrest. En we hebben Starbucks gehad voor 20 euro. En toen die... Een fucking droog croissant van 2,80. Maar toen moesten we stressen omdat we ook de vlucht nog moesten halen. Dus Kia ging naar de gate toe. Toen ging ik wachten op de drankjes. En toen had ik eenmaal de drankjes gehaald. En toen liet ik één ding uit mijn tas vallen. En toen kwam iemand allemaal achter me aanrennen. En toen... Daarna stond ik bij de gate rennen. En toen daarna wou ik het rietje in mijn drankje doen. En toen liet ik mijn drankje vallen. En dat lekte helemaal. Alles was opengescheurd. En nu heeft alleen Kia het drankje. En het croissantje is fucking vies. Ik vind hem wel lekker. Nee. Het is echt... Nou ja, prima. Voor 2,80. Ik heb gewoon honger. We overleven het wel. Maar voor de rest was het prima. Zo'n kankpunt die is ons opgaan, hè? Ja, dat is leuk. Nou, we zijn aangekomen in ons hotel en het is nog zeker weten ochtend, dus we gaan lekker ontbijten. Maar ik hoef niet zoveel hoor. Ja, ik wel, ik heb honger. Oké. Nou, we zijn onze hotelkamer ingekomen na 2 uur of zo. En we zijn echt verbaasd gewoon hoe het eruit ziet. Dit is de badkamer.
Echt fucking groot. En als je binnenkomt, is dit onze kamer. Thijs? Ja. Ben je er met je blij mee? Mm-hmm. En hij moest me super lang doen over de koffer uitpakken. Ik dacht, we doen het vanavond. Maar goed, we gaan nu naar het strand en slapen, want we zijn moe. Ja. Fucking vogelstront op je hand. Wat is er nog meer? Weet ik veel, ik voelde het gewoon plats op je hand. Jawel, mijn buik! Daar. Oh ja, één spettetje. Hier, kom, we gaan de zee in even dan. Ja. Hebben we wifi? Ja. Oké, we zijn terug in de kamer. Robby zegt, Tia, hoe is het bij jou? Het is echt fucking benauwd, op deze kamer dat Kia een half uur heeft gefeund. Nou, ik vind het een half uur. Oh, weet ik veel. Oké, we zien jullie straks bij het chappen. Doei. Oké, Thijs en ik zijn ready, toch? Bijna. En we gaan lekker ergens eten, we weten nog niet wat, want we kennen het hier helemaal niet. Ik heb een doek al uitgeknepen op mijn neus. Heb je een beetje zin aan? Ja. Heb je honger? Nee, ik kan niet. Oké, let's go. Ik kan er niet meer tegen. We moeten gaan nu. Godverdomme. Wow, mijn benen zijn echt bruin, maat. Kijk dan. Dit is echt niet normaal, hoor. Jongens, Kia voelt zich lelijk. Maar hoe dan? Nee, maar wacht. Nee, niet doen. Ja, maar dat kan... Dat... Oh. Ja, zag je die man? Die keek ook naar jou. Ja. Oké, okay, we hebben het zo heet. Ja. Dus wij vonden het wel, ja, wilde ijs. Oh. En, Oh. Dat was ook echt te verwachten. Oké, proef het. Het ijs is in ieder geval... Oh ja, en we hebben een... Oh, je ziet me gewoon zo zweten. We hebben een heel leuk boxje gekocht voor muziek. Oh. Fuck. Serieus, fucking lekker. Ik geniet. Dat is ook te zien. En wij ook. Wij gaan vandaag nu naar het strand. Ja. Want we zijn echt al de hele ochtend aan het treuzen. Ja. Nee, we gaan nu naar het strand en dan gaan we wat eten. Of nee, we gaan... Zo, jij hebt er zin in, hè? We gaan daarna wat... Ja, maar dat boeit allemaal niet, dat zien ze dan. En dan gaan we dat doen en dan... Nee, we hebben wel een fucking vet restaurant gereserveerd voor vanavond. Ja. Hoe gaan we naartoe, met taxi? Nee, eerst kijken of de bus... De bus? Ja? Nu ben je echt serieus. Ja? We gaan niet met de bus. Hoezo gaan we niet met de bus gaan? Pak hem. We hebben echt de hele dag op het strand gelegen. Dus we hebben eigenlijk ook niet echt gevlogd. Nee. Echt eigenlijk helemaal niks. Maar goed, we gaan nu lekker naar Palma de Mallorca. En dan gaan we lekker eten. Echt lekker eten op een rooftop of zo. En we zitten nu in een taxi. Martijn vindt het een beetje eng. Nee, wat is dit voor ons? Nee, hij vindt het wel eng. Oké, ik vind het heel eng. Alleen hij wil zich er niet aan toegeven, want dan voelt hij zich niet meer cool. Ja, klopt. Ik ben echt doodsbang. Ja, zie je. Aan mijn hand vast. Ik zweet helemaal. Ja, ik heb het ook warm.
we zijn er. We hebben het weer heel heet van het lopen. Ja. En we zijn, het is een soort van restaurant in een hotel, daar hebben we gereserveerd. Ja, bij Skybar. Je kan heel uitkijken over het kasteel ook. Of is het kasteel? Ik weet het niet eens. Ja, weet ik veel wat het is. Maar het is in ieder geval heel heet en Oké, we zijn er. Kijk dan. Dit heb ik goed uitgekozen. Nee, laat me het uitleggen. Kia zegt net, oh, waarom ligt er een mes in het water? Nu, dit is zelf een voorkeur. Ja, we zitten ook echt naast het zwembad. Ja, ik wist al dat er iets, zometeen valt ook ons eten in het zwembad. Ja. En zometeen val jij er nog in, maat. Maar kijk hoe mooi we zitten. Ja, dat is echt top. Goeie. Echt top. Wil je mijn strikjes strakker doen? Hier heb ik de strikjes strakker doen. Kijk, als we nu worden ontvoerd of worden verkracht, dan heb ik het op film staan. Ah! Oh, loopt die man, maat. Kom, we gaan. Oké, jongens, dit was de eerste vakantievlog. Hoeveel dagen hebben we nog? Vijf. En onze kamer, ik vind het nog best netjes. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En we zien jullie in de volgende vlog weer. Doei!